ik oordeel niet, ik ben kritisch. Fuck kick out Zwarte Piet. Floyd is dood, wat praat je over Piet? Eyo, die boys gestikt toch? We hebben straks geen voedsel. Boeren worden weggepest door stikstof. Te maken hebt met een nationale nood, een nationale ramp, dan sluit je je bevolking niet op. Zat dat in de buurt gewoon te gaan verbouwen? Laat los op de check of ze ook van mij loft. Fuckboys zat, ze wilde een real one. Hun spelen theater, kan niet tegen mijn succes, dan word je hater. Net als bij FVD willen ze me zwart maken. Maar de media en partijkartel wil je bang maken. Strijders, de strijd, Nederland leiders. Als je iemand wat verplicht bent, geen Netflix, ik chill niet, Nexit, het land schetst veel. Pech en Hugo de Jonge. Heel eerlijk. Zoveel mensen dealen nu met een depressie. Deze lockdown is niet praktisch, want het werkt niet. We moeten opstaan, anders komt er geen progressie. We moeten voor een recessie. Weer hetzelfde spel, al die leugens en verhalen. Kennen ze wel, ik ben er klaar mee. Ik doe dit voor jou, je hoeft aan te doen. Voor geen dag, we moeten opstaan. Het is een rapportage over moderne slaven. Het is een rapportage van moderne slaven. Een bescheiden schoonmaakmaatje zal wel goed zijn voor die klaver. Thuis opgesloten met lekker weer, nobody cares. Sociaal afstandelijk, I get it, het is verdillen eerst. Rappers, zogenaamd van de straat. Wat een dag, Rutte 3, het is gevallen. Tuurlijk ben ik blij, ik ben een trotse Nederlander. Het doet me pijn om te zien wat er met mijn land gebeurt. Weer een rare actie en die Rutte stel me weer teleur. 10 jaar aan de macht en kijk wat voor ravage. Ik voel dat we het samen doen. Maar voorzitter, we doen helemaal niets samen. De mensen die deze corona 9 uur thuis blijven, lopen over straat zonder dat je achteruit kijkt. En zeggen we hoogbouw en andere levens. Dat is toch niet te geloven, dat is echt... gaat zorgen dat Nederland op 17 maart 2021 weer teruggestemd gaat worden. Mijn naam is Melissa, ik woon in Den Haag. Ik werk voor Forum voor Democratie als fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Velden als dit bijeen! Dit kan toch niet mooier? Dit is toch echt, en dat zoveel mensen ook er zijn. Jongens, fantastisch dat jullie er zijn. Ik moet wel een aantal andere wagens in ons wagenpark. We zijn met een kolonne met vlaggen enzovoorts vanuit Harderwijk vertrokken vanochtend. Daar hebben we eerst een event gedaan. Mensen die zeer op leeftijd zijn en onderliggende klachten hebben. We weten nu dat corona een sterftecijfer heeft tussen de 0,23 en 0,7%. Veruit de meeste mensen hebben dan ook niets te vrezen. Slechts zo'n 500 mensen onder de 65 stierven in 2020 aan corona. Toch stappen we iedere dag in de auto, zonder daar al te veel bij stil te staan. Om auto-ongelukken te voorkomen, schaffen we heus niet alle auto's af. Het is een normaal risico dat we accepteren als onderdeel van het leven. Alleen maar hoef te stemmen. Ik had een grappig momentje, want ik zag mijn vriendin Sigrid Kaag. Die was bij Nieuw Zuur tegen onze motie gestemd om de nevenschade in kaart te brengen. En ik denk dat dit is een klein voorbeeld, maar iets wat ontzettend belangrijk is. En dat is dat wat politici zeggen dat ze willen,
En dat geldt voor al die verkiezingsbeloftes, ook van de VVD. Dat is niet vol te houden, want de nevenschade alleen al economisch. Weer anderhalf maand geleden dat het ingevoerd werd uit mijn hoofd. En toen waren die mensen daar eigenlijk al met hun hoofd een beetje aan gewend. En dat is waarom ik denk dat deze verkiezingen van 17 maart zo ongelooflijk belangrijk zijn. Gaan we er voor 1000% in. Dit is het nu of nooit moment voor onze rechtsstaat, voor onze democratie en voor de spirit, voor de ziel van onze natie. Wij gaan op 17 maart nee zeggen tegen gevangenschap, tegen lockdowns, tegen een grote van witte jassen, tegen vaccinatieprogramma. Van de NTR en oud-VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn is voorzitter van het WNL. Het is een gezellige boel. Zo werd PvdA'er Martijn van Dam, in zijn vorige baan nog staatssecretaris, verantwoordelijk voor de verdeling van subsidies aan de NPO, lid van de raad van bestuur van de NPO-raad. En zit voormalig PvdA-partijvoorzitter Ruud Kolen in de raad van toezicht van de VARA. CDA-politicus Paul Rupp is ondertussen voorzitter van de raad van toezicht van KRO-NCRV. En voormalige nieuwslezeres Pia Dijkstra switchte de andere kant op en is nu Kamerlid voor D66. Dit is hoe het kartel werkt. Dit is de baantjescarousel. Als je over cijfers praat, is de interpretatie daarvan is zwaar politiek. Men is in een soort groepshypnose terechtgekomen, waarbij er een knip nodig is. Die knip, om weer wakker te worden, zou ik maar zeggen. Nou, die knip kunnen wij overigens geven als we met z'n allen op Forum voor Democratie stemmen op 17 maart. En de tweede verklaring is dat er misschien... En met die leden kunnen we een beweging opstellen van mensen die gelijkgestemd zijn, mensen die elkaar kunnen vinden. Met uw lotgelden. Anderzijds door de geldpomp aan te pakken die linksradicale organisaties financiert. Daarom willen we de Goede Doelenloterijen democratiseren. We willen dat in de kansspelwet wordt geregeld dat deelnemers aan Goede Doelenloterijen zelf ook elkaar vinden en met elkaar de vrijheid vieren. No surrender. Wij onderhandelen niet hier over vrijheid. Het is gewoon, wij willen gewoon 100% het oude normaal. En als er mensen zijn die zeggen ik ben bang voor corona, dan staat het ze natuurlijk vrij om zichzelf op te sluiten in hun huis. En het probleem is dat uiteindelijk gaat democratie, elke organisatievorm over gezag. En wat ze proberen te doen is onder één wintertje het hele stelsel stort in elkaar. Het werkt niet. Met alle immigratieproblemen ook allemaal overal gelijk ingekregen. Nu ook met corona. Maar blijkbaar is dat niet altijd hoe je mensen overtuigt. Dus ik zit zelf de laatste tijd veel meer, daarom had ik ook die vraag van hoe overtuig je nou VVD-stemmers. Ik zit zelf veel meer te denken aan, er zit op een of andere manier een sociologisch haakje of een psychologisch haakje bij mensen, waardoor ze niet toegankelijk zijn voor argumenten. Of nauwelijks, of heel beperkt. En dat is eigenlijk heel van groot belang natuurlijk voor een politicus om dat te begrijpen. Maar ik moet dus eigenlijk bekennen dat ik mijn eigen vak niet echt begrijp. Eigenlijk begrijp ik niet waarom jullie hier staan, verstandige mensen. En alles wat ik zeg, volgens mij grotendeels zijn het wel mee eens. En dat komt binnen en dan denk je, ja, dat klopt eigenlijk wel, zo gaan we het doen. Ja, misschien begrijpen jullie het wel. Als je zo meteen naar huis gaat of zo, dan kom je iemand tegen en die zegt, nee, maar ik ben doodsbang en hou afstand. En... Het zijn nogmaals appartementen. Dat we daar snel vanaf komen. Ja, absoluut. En als je stopt met die klimaatwet en die stikstofregels, dan kan dat ook veel makkelijker. En wij willen de stikstofregels omvormen naar het Duits model. 140 keer minder. Inschatting van Dissel, wat 16 keer boven zijn eigen inschatting lag. Van de merchandise. We gaan een ontzettend lange rij maken. Die begint daar aan het einde, het verste punt van de tent. En die gaat zo helemaal over het gasveld. Van 3 kilometer lang met 1,5 meter afstand ertussen. Dat is heel erg belangrijk. Links wil ons kapot maken en de elite sparen. Ik zou niet je geld in banken sparen. Neppe rappers, ik ben lauwe. Dure kleding, nog steeds paupers. Dik stacks, bank niet vertrouwen. Dik stacks, kan niet vouwen.
Ik ben geen Jerry Boutet, maar ik ben wel Boutet. Dus haters durven alleen maar te fluisteren als ik outside ben. Ik heb haters die ik wil exposen, maar ze bestaan niet eens tot ik ze promote. Ik denk na voordat ik ze die platform geef. Misschien wil mijn hand in platte vorm. Stem voor hem en Boutet. Klarendal King, koning van de berg en ook in het buitenland. Of je zet die robotjetten uit, of ik vertrek uit het land. Slow beats, vrij toke, domme waggy beest, yo, 5 cilinders. Bescherm jezelf, inzicht, schuim jezelf. Mensen zijn op domme shit, kom ik weer met me. Politiek, biomassa, bomen omkappen. Ik kan niet ontspannen, want ik kan niet ontsnappen. En wat zo erg is, het gaat niet alleen om de kermis. Het gaat om onderdrukking van alle ondernemers. Geen maatschappij zonder vooroordelen. Protesteren tegen racisme is een ontastbaar gevoel. Er is altijd iemand die je legging ordinair vindt. Of mijn drip de gangster vindt. 1,5 meter, stacks. Gebruik wel je verstand. Want domme money, domme boykies, doe snel afstand. Yo tata, geen Hakuna Matata. Koep de etap, get the strap, cherry hiddema. Je verspreidt haat, het komt terug, was dat het waard? Ik praat op mijn plaat, laat mijn gezicht zien, jij anoniem. Noem andere fascist, racist, maar protesteren samen met pedo's GroenLinks.